Welkom bij de Training Darts Marktflits. Het is vandaag vrijdag 21 juni en de zomer begint. En dat is natuurlijk heel erg duidelijk te zien buiten. Maar niet eens. Even kijken. Ik zit even met mijn hoofd heel ergens anders. Want ik was vanochtend bezig met nieuwe blogpost aan het schrijven. Die wil ik publiceren. Maar dat lukt op de een of andere manier niet op mijn website. Nou, ik zal je de details besparen. Dus na een en ander onderzoeken kwam ik erachter dat ik een database kon terugzetten. En dat heb ik gedaan. En toen werden er allerlei betalingen opnieuw geactiveerd van klanten. Dus dat wil ik zo snel mogelijk herstellen. Ik heb de klanten al op de hoogte gebracht. En op het moment dat het jou mijn klant betreft en je hebt een abonnement lopen, dan zorg ik dat alles vandaag wordt hersteld. Maar daar ben ik dus even druk mee. Dus ik ga snel naar de technische analyse van Bitcoin, zodat ik toch vandaag de marktflits heb opgenomen. Zo, je kijkt hier naar mijn technische analyse van de Bitcoin. Oh, nu gaat er wat met mijn scherm gebeuren. Ja, precies tijdens de opname. Zo, je kijkt hier naar de technische analyse van Bitcoin en het gaat nu wel heel erg een wirwar worden van allerlei lijnen die ik getekend heb. Zoals je ziet heb ik hier een indicator bijgeplaatst, de Anchored Volume Profile. En die geeft me aan welke levels er veel gehandeld is in het verleden. En doorgaans zijn dat de sterkere levels waar ik naar wil kijken. Ik ga eerst eens even een beetje opschonen. Hè, en ik laat het hier staan, zodat ik hier live op in deze video kan gaan opschonen. Even kijken, even wat kleiner maken. Zo. Het eerste wat ik ga opschonen zijn deze. Want deze zijn niet meer relevant. Deze vind ik ook niet meer relevant. Die vind ik ook niet meer relevant. Deze vind ik niet meer relevant. En deze vind ik niet meer relevant. Zo, dat scheelt. Even kijken. Deze bovenste haal ik ook weg. Deze lijn wil ik even laten staan, omdat dat gewoon de high is van 14 april 2021. Dus die lijn wil ik wel doortrekken. Je ziet dat de prijs op dit moment al voor de tweede dag met de body daaronder is gesloten. Je ziet hier ook de trendlijnen die ik heb getekend, hè, met die neerwaartse trend. En daar, dat lijkt nu weerstand te zijn vanaf om en nabij 6 juni. Hè. Is die echt continu hier naar beneden aan het gaan. En ja, hij lijkt er niet doorheen te willen breken. Gisteren heeft hij het getracht te doen. He, maar de prijs is ook vrij snel alweer teruggeduwd, waarbij de body zelfs weer sluit onder die high van 21 april. Dus wat mij betreft nog neerwaartse druk. Alle tekenen staan nog op neerwaarts, hoewel de low nog altijd van vandaag nog altijd hoger is dan de low van 18 juni. He, dus dat is wel een soort squeeze naar beneden, totdat anders bewezen wordt. En daardoor moet hij echt boven die high van 21 april stijgen met een gesloten body. Hè, en bevestigen dat hij dit level houdt. Hè, als hij dat doet, verwacht ik niet dat hij direct naar boven gaat. Weer naar die highs toe. Ik verwacht dat hij zijwaarts blijft bewegen. Maar vooralsnog moet hij eerst maar bewijzen dat hij boven die high van 2021 komt. En dat zie ik voorlopig nog niet. Dus het is voor mij gewoon pas op de plaats en kijken naar wat gaat de markt doen. Hè? En ik kijk altijd naar Bitcoin en ook Ethereum, maar vooral Bitcoin als zijnde de markt. Hè? Want ik wil gewoon zien dat die goed draait, dat die een level heeft gevonden. Want ik heb te vaak gezien in altcoins dat die hele mooie analyses hebben en als Bitcoin toch dipt, dat die altcoins toch meegaan. En dat risico wil ik gewoon niet nemen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk zekerheid
Voor wat betreft ik die zekerheid kan krijgen, überhaupt met traden, maar ook als retail traders, zoals wij worden genoemd, mensen die het naast hun werk doen, dus niet de institutionele beleggers, want die hebben ja, toegang tot veel meer informatie dan dat wij hebben. Wij moeten het hiermee doen en met het op correcte wijze interpreteren van nieuwsberichten. En dan niet alleen nieuwsberichten van nieuwswebsites, maar ook op de websites van de munten zelf, hè, de whitepapers, nou ja, alles wat daar te vinden is. Daar moeten wij het gewoon mee doen. Volgens nog zie ik dus die neerwaartse druk die nog wel houdt. Hè, want wil die echt een stukje een level naar beneden, dan moet hij de low van 18 juni ook voorbij met de body sluiten. Nou, dan kom ik als eerste bij deze lijn. Die heb ik gemeten of getrokken op de weekly candlestick grafiek. En even kijken. En daaronder zit er nog eentje. Hè, ik zou hem kunnen doortrekken, maar ik laat hem gewoon even staan totdat het relevant wordt. Hier zie je dit cirkeltje, dat had ermee te maken dat het level hier rond de $63.000, dat daar het meest gehandeld is van dat level hier naar beneden. Daarvan had ik die eventjes geplaatst. Als we een beetje uitzoomen, zien we dat hier ook nog wel redelijk wat gehandeld is rond die 64.000. En dat is precies ook dat level waar die opkomt als die bij de low komt van 18 juni. Dan komt die hier op. Dus dat is een sterker gebied. In ieder geval vele malen sterker dan de gebieden die je hier ziet, hè, die levels. Hè, en de theorie is, en ik noem het bewust ook theorie, want het is nooit 100% garantie. Als die hier doorheen breekt, ja, dan heb je echt kans dat die helemaal tot hier gaat zakken, ofwel tot hier gaat zakken, omdat dit gewoon wat zwakkere gebieden zijn. Nou ja. Dat zegt deze indicator. Als we vervolgens wel gaan kijken naar dat supportgebied op in dit geval 4 uur, waar ik deze ooit had getrokken, dan zien we dat het supportgebied hier zit. Terwijl er niet heel veel gehandeld is, maar het kan wel wat betekenen. Nou, zo kan je eigenlijk tot in den treuren blijven analyseren. Wat ik doe is, ik zie het en op het moment dat de candlesticks daar iets gaan aangeven, dan denk ik: oké, die link moet ik leggen. Of zo moet ik daarmee omgaan. Of dat kan ik zo interpreteren. En als de candles een kleine bounce weergeven, maar vrij zwak, hè, dat is afhankelijk van de vorm van de candlestick. Ja, en dan in combinatie met dat dit gebied nou niet een heel sterk handelsgebied was in het verleden. Ja, dan ga ik er eerder vanuit dat die doorgaat naar bijvoorbeeld de 57.000. En als die daar doorheen komt, dan zelfs naar de 51.500 dollar. Dus zo kan je dat interpreteren. Maar vooralsnog zit de prijs gewoon hier. De markt is zijwaarts. Als je het hoog over bekijkt, is de markt al zijwaarts sinds 8, 29 februari. Ja, dit jaar hadden we 29 februari. Want hij is hier wel naar boven gegaan, maar vervolgens is hij hier echt in die zijwaartse beweging bezig. En dan kan echt nog wel tot deze lijn dalen en tot die lijn dalen. En we hebben hier ook nog een low. Dus er is nog genoeg mogelijk aan die onderkant van die markt, zonder dat we gelijk denken van: wauw, hij gaat echt, echt ver naar beneden. Hè? Dit is allemaal speelruimte van correcties. Dus ja, afwachten maar. Wat ik hoop, wat voor mij als swingtrader het prettigste is, want we moeten wel erg lang op onze handen zitten voor goede trades, is dat de prijs hier dit level houdt boven die high van 21 april of van april 2021 uitkomt met een gesloten body. En als hij dat doet, dat de body ook gelijk sluit voorbij deze trendstippellijn en eigenlijk nog iets hoger, want ik zie hier die high, hè, en de trendlijnen hebben nou eenmaal als mogelijkheid of gewoonte, of hoe je het even wil noemen. Nou ja, zo zit hij er precies op, dat hij daar waar hij in het verleden hoog uit is gesprongen, dat hij dat in de toekomst weer een keer kan doen. En dan precies op diezelfde lengte. Dus ik laat hem eventjes op deze stippeltjes nu staan. Dan pak ik echt de uiterste. En ik wil echt dat hij daar doorheen gaat met die gesloten body. Hè? En dan verwacht ik echt niet dat hij gelijk nog omhoog, verder omhoog gaat. Want je ziet hier die rode lijn bij deze indicator geeft aan dat daar het zwaarst gehandeld is. He, dus dat is ook echt wel een moeilijker gebied om doorheen te komen. Als hij daar vervolgens doorheen breekt, ja, dan heb je kans dat hij. Hier zie je nog een gebied waar hij doorheen moet breken. Dan wordt het ietsje minder. En dan hier. Dan heb je kans dat hij gewoon gestaag zo'n
candlestick model laat zien zoals we hier zien. Maar het is nog altijd gewoon zijwaarts binnen dit gebied. En ik heb deze indicator geplaatst dat ik meet vanaf 14 februari dit jaar. Daar meet ik het volume op. Dus de kracht, zeg maar, van de prijs op dat level. Dat is dat blauwe vlak wat je ziet. Dat is waar binnen ik meet. Ja, dus ik kan het niet mooier maken. Ik wacht gewoon tot ik meer duidelijkheid heb in de markt. Inmiddels heb ik mijn portefeuille volledig netjes bijgewerkt, administratie bijgewerkt. En ik zit gewoon te kijken. En ik zie echt wel wat leuke trades die goede dingen aangeven. Ik wil alleen eventjes hier meer wat meer van weten. Want ik vind voor mij het risico te groot. Ook al zijn er coins die er echt tegenover gaan. Het is gewoon niet mijn manier van traden. Ik ben dan wat offensiever wat defensiever in dit geval. En er zijn andere momenten wanneer ik weer offensiever ben. En ja, dat moet je echt voor jezelf uitmaken. Wat je prettig vindt als traden. Ik heb ook leerlingen die wel trades plaatsen en ook echt wel winst maken. Dus het kan wel. Maar je moet je eigen manier van handelen zien te vinden. En dat, ja, dat gaat vanzelf ontstaan als je er gewoon veel mee bezig bent. Nou, dat is het voor nu. Voor mij dus nog even pas op de plaats. Volgende week kijken we weer verder. Voor nu wens ik je gewoon een heel fijn weekend. Hoi!